Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen niet heel erg digitaal vaardig zijn. Is dat nou een probleem, een zorg? Ik denk het wel. En je zou digitale geletterdheid kunnen zien als het nieuwe lezen en schrijven. En je kunt niet zonder in het dagelijks leven. Je kunt ook niet zonder in het doen van een opleiding. En ook als je gaat werken heb je digitale vaardigheden nodig om te kunnen slagen. Dat het onderwijs leerlingen digitaal geletterd kan maken, blijkt wel uit de verhalen van de scholen die we u hebben laten zien. Maar we zijn op zoek naar meer verhalen, meer succesverhalen van scholen die bezig zijn met digitale geletterdheid. Laat van u horen. Vertel ons uw verhaal, zodat we uw successen ook met andere scholen kunnen delen.